this track move up. Oh, it's not what we were stupid can be. And that is the way that Palace can be seen. Ik kan het fiscaal aan de stapel zetten. Dat is een referentie. Het bedrijf Cultuur TV is signing in. Ja, dit is Cultuur Open Mic, zowel in Suriname als in Nederland. Uw verhaal vertellen, bel of app naar 880-2940 of 06138-38750. Tot dan! Suriname altijd dichtbij, je zat van toch? In Meati, Srana. Fetigi mama strana, was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, uno hoor not lo, tambri binu srivi, una de westrana man. Vaderland, Suriname is je vaderland, yeah. Was wit konaini? In a datra uso para maribu. Dis na presi pe yu kan kong di ala datra siki. Den datra vunu, e knap dey nanga neti di ala yu datra sorbu. Aprese opo mofo neti, in a weekend nanga lat neti. Te anoutu hei stref strefi, tawe kon nanga u egi siki wagi komitio. Te abon fanuru, you can kara konkruti 1-2-4. Datra oso para maribo, you sorbo, na un sorbo. Welkom kijkers bij een nieuwe aflevering van Cultuur TV Open Mic. Welkom in Zwitserland, 17e rijkste land van de wereld. Ik verwet dat ik altijd. A man on the run is no fun. En ja, daarbij de man hoor. Uberda Bordo, Sernan Brada, Wissang, Amadou Wissang. Ze hebben hem aangehouden inmiddels en hij wordt uitgeleverd waarschijnlijk aan Frans-Guyana om een straf uit te zitten. Isabi, dus ik zou altijd zeggen aan de mensen, blijf op het rechte pad. Hossel die hossel, wie zou een kwartje one day. En de one die ziet dat we denken, die man ligt daar aan het dodo. Ik doe de hossel op een rechtvaardige manier. Maar toch de men op last voor de school toe, ik kan taki. Of want to man, zou een jens de man, want dat om een jaar niet bij de man de bezig. En zo ook de straatventers die elke keer moeten rennen met hun groente. Als ze naar beleid van hoe we organiseren zijn, we willen mensen niet in de criminaliteit. Dus als de man op een hossel, je ziet dat de man niet doet een paletje van ze eten. Nee, orga de man voet doet een palet van ze. We zitten met de heer McDonald. We hebben taktorief Serenang, we hebben taktorief Dorozee Kondre, we hebben taktorief gebeurd. Ja, meneer McDonald, dank u wel voor het tijd maken om met Cultuur TV te praten en met ware woorden. Die niet zo mooi zijn, maar de mooie woorden die niet waar zijn.
Absoluut, zijn ze niet waar. En als ze ook niet mooi zijn, dan moeten we dat ook gewoon zeggen. Toch, kijkers en luisteraars van Kulturu TV, nationaal, internationaal. Bedankt dat jullie weer de moeite nemen, de tijd nemen om te zitten luisteren en te kijken naar dit programma. Mooie woorden die zijn niet waar en ware woorden die zijn niet mooi. Hier bij Kulturu TV. Ik bedank de directie van Kulturu TV, maar ik bedank ook u als Renamang. Anatrobi, tot welke politieke partij u behoort, mako groet. Ja, ik groet de mensen in de ziekeninrichtingen. Ik groet de mensen die herstellende zijn, thuis. Ja, wordt u gauw beter. Zij die een geliefde hebben verloren, die condoleer ik van harte. En zij die iets te vieren hebben, die feliciteer ik van harte. Ja, de mensen die te maken hebben gehad met de criminaliteit de afgelopen tijd, ja, de afgelopen week, kun je zeggen. Ja, kop op. Ik hoop dat de schuldigen heel gauw worden opgepakt door de politie. Ja toch, want we leven niet in een wetteloos land. En wie schuldig is, moet gestraft worden. Dus om gelijk daar antwoord op te geven, zeg ik van, als bewezen is dat meneer Bordeaux zich schuldig heeft gemaakt aan enig strafbaar feit, dan mino contact. Nee, en dat moest gebeuren en nee, die man mag niet opgepakt worden. Ik zeg wel, ik moet niet het gevoel krijgen dat mij alleen achter meneer Bordeaux, achter meneer Boutersen aanrent en allerlei andere mensen die niet op. En dan weet ik dat dit woord niet leuk over gaat komen, maar het is de waarheid. Toch? Want ik zie verleden de PG in alle voortvarendheid uitleggen hoe dat van meneer Boutersen slechts een kwestie van tijd is. Mevrouw de PG, met alle respect, hoop ik, wens ik, geloof ik, ja, dat ik mag zien en met mij de rest van de samenleving in binnen- en buitenland, dat u de mensen die ook op u lijken en in uw eigen partij zitten, die betrokken zijn bij allerlei witwaspraktijken, allerlei toestanden die het daglicht schuwen, cocaïne toestanden, ik zeg de dingen gewoon pier borzo. Mevrouw Parasing, ik hoop dat u die mensen ook met diezelfde voortvarendheid zal aanpakken. Want ik bemerk de afgelopen 4 jaar plus dat mensen, dat een bepaalde groep die een bepaalde partij aanhangt, mogen doen wat ze hebben willen. Want de vele tonnen die gevonden zijn, tussen aanhalingstekens, hier te landen en in het buitenland, spreekt dat geen boekdelen, mevrouw Parasing? Moet dat u niet aan het denken zetten? Want er zijn allerlei teams toch, je team, dit team, dat team, maar toch, je hoort eeuwig hoe men zogenaamd airstrips vernietigt. Terwijl ladingen worden gedropt, net hier te Charlesburg en daar Orukul en al dat soort dingen. Meneer, het is tegenwoordig zo makkelijk en heel veel rivieren heeft men gemaakt tot de Maagdenstraat of de Domineestraat. Ja, want de lading wordt gedropt, men is met hele snelle motorboten ready. Ja, en mensen moeten zich niet laten misbruiken. Het is geen gebruiken, men misbruiken voor een almoes. Want alolo moni dat samen oji eva maji tu dusun tri dusun dala. Fu ikraba lai teki na ina liba pot goi ni botore fara charenko potawan prezi. Ano moni me kier. Integendeel, juno wa gevaar gisref want je zie. Te op een gegeven moment de manabi van unuboro dat jou verdwijnt. Want je weet te veel isap tum si furu. En dat irriteert mij. Wel wanneer ik dus bemerk dat er niet met 1 maat, maar niet met 2. Maar er wordt met meerdere maten gemeten. Ja, vanaf deze regering is komen aanzitten. En de PG maakt zich daar schuldig aan. Toch? Het OM maakt zich daar schuldig aan. Ja, de rechterlijke macht maakt zich schuldig daaraan. De president maakt zich schuldig daaraan. Want wanneer bepaalde mensen gewoon lekker de rechtszaal uit wandelen, omdat men het gewoon, je ziet overduidelijk dat Asante City, het is geregeld geworden dat die mannen niet vast komen te zitten. Maar Abtjimang, wat ook verkeerd is, ik keur het niet goed, maar bij Soru, hoe dingen niet in balans zijn. Die kleine man die daar hoge straat aan toepad draait, als Koto Ego,
draai hoogstad tapu. Draai rango tapu, draai flora tapu. Bepaalde plekken die dus als drugshaarden worden geïdentificeerd. Toch? Zijn aangemerkt als drugshaarden. Broer heel vaak, vangt mijn bot. Maar daarover hoor je niet. Je hoort niks. Mensen worden om een klein grammetje gecriminaliseerd, opgesloten. Maar ik kies zo'n stempel of een vrouw, ik kies zo'n stempel. Daarmee los je het probleem van de criminaliteit niet op. Ja toch? Men moet oplossingsgericht mensen oppakken, berechten of waar dan ook. Er moet ook een resocialisatieplan zijn dat uitgevoerd moet worden. Toch? Van je begeleiden man, voor een man dat denkt, go do a kokabaka, of go do a roofbaka, of go do a furubaka. Maar dat moet dan komen vanuit de top. Mm-hmm. Niet van beneden uit. Ja toch, want het is niet de taak van die politieman of die politiecommissaris of die hoofdinspecteur om dat te doen. Nee, er moeten instituten in het leven geroepen worden, toch? Die dat gedeelte, toch? Tot hun sociaal plan maken om mensen weer hun terugkeer kunnen laten maken in de maatschappij. My brother, je hoort mensen steeds gillen van ja, mensen met een strafblad die mogen niet meer komen in hoge posities en zo. Nou, gelooft u me. Met wie zitten wij nu opgescheept? Als de hoogste leiding van dit land. Zijn het frisse vogels? Ik en de rest van de samenleving weet dat niet zo is. Toch? Het laat me denken aan een geval bij een van die banken. Waarbij waman bij ko iwan zo molest zak op de werkvloer. Pidema beschermen man. Isabi, zo zie je dat mensen ook beschermd worden om geen strafbladen te krijgen. Overduidelijk. En omdat het politieke medestanders zijn. Want alle politieke tegenstanders. Die worden, meneer, bij de grond gelijk gemaakt. Bijna moet ik zelf zeggen dat het erop lijkt alsof men die mensen wil om zeep wil helpen. Ja, alsof mensen uitgeschakeld moeten worden. Waarom? Zodat hun politieke mensen wel alles vrij en blij mogen doen. Meneer. Ongeacht politieke partij, ras, kleur, etniciteit, you name it, geloofsovertuiging, if you fire, then you fire. Ja toch? Geen enkele politieke partij moet denken dat de man of me mag dus dat de wani ondergrond, want dat is het. Suriname wordt nu aangemerkt als ze zijn een drugsland. En dat is zeker zo, is erger geworden de afgelopen 4 jaar. En daarom dat ik in de uitzending de vorige week dat van mevrouw de minister van Defensie heb laten beluisteren en de mensen hebben laten zien dat ik niet zomaar iets zeg. Zij heeft het zelf gezegd. Toch? Hoeveel ton er was gevonden of hoeveel kilo? Nu zijn het duizenden tonnen. Maar die mevrouw is stil. Waarom zie ik die voortvarendheid niet van die mevrouw via de bevelhebber naar de commandant landmacht en de andere commandanten van de marine en zo en de MP? Maar ja, ook daar bij de MP heb je een boef die een buiktas van meneer Pakito heeft gestolen. En tot de dag van vandaag merk ik er niks van. Integendeel, er zijn laatst 20 magazijnen met AK-munitie zoekgeraakt, verdwenen, verduisterd in het kamp. Mina Soudati dus, ik weet waarover ik praat. Ja toch, want ik zeg het elke dag, militair blijf je tot de dood. Tenminste, als je altijd militair gevoeld hebt, dat gevoel gaat nooit weg. Want als je nu welk wapen ook voor Maku gooit, weet ik precies wat ik ermee moet doen. Snap je dus? Dat woord ex-militair bestaat bij mij niet. Ik zeg het altijd tegen de mensen die zo opkomen voor de militairen en ook de mensen die in het verleden hebben gediend. Het woord ex, eigenlijk moeten jullie moeten gaan nadenken om het een naam te geven, om een ander woord te gebruiken. Ex bestaat niet. Ja, je bent en blijft militair tot de dood. My brother, wat schetst de verbazing van alles en iedereen in de militaire organisatie? Uitgerekend die meneer die nu hoofd is, ja, van de MP. Hij is tot nu toe nog waarnemend hoofd, maar geloof me, hij wordt het. Ja, want dat is het toch? Hij is geleerd aan de politieke partij die denkt dat het land van hun is. Dus Alassane City. Die meneer die zo in opspraak is gekomen. Meneer,
Ik heb de PG niet, geen enkel moment, niet het OM, niet de auditeur militair, niks daarover horen zeggen of om met een persbriefing te komen wat de stand van zaken is. Want die meneer, zijn buiktas was toch bij die meneer? Alle bewijzen zijn er. Ja, zowel van de NP-recherche, de recherche van de politie en bla bla bla. Iedereen wist van, hey, Asan Nadapade. Maar omdat die meneer de hoge bazen kent van zijn politieke partij, is hij zich daarachter gaan verschuilen. En er wordt uitgerekend zo iemand die wordt getipt, die wordt dan heel binnenkort commandant MP. Hoe wil je hebben dat jouw ondergeschikten naar jou moeten opkijken? Daar heb ik niks persoonlijks tegen de meneer. Als hij dat wil denken, is dat zijn zaak. Hij kent me, dus hij weet dat deze man niet bang is voor niks. Ja toch? Want ik zal de dingen blijven zeggen zoals de dingen zijn. Want wanneer het iemand was van het andere ras, zou ik dat ook gewoon zeggen. Punt uit. Ja, daarom heet mijn programma niet voor niets. Mooie woorden die zijn niet waar. En als mijn woorden niet mooi zijn, geen nood, meneer Sadu, maar ze zijn wel waar. Nu komen we bij iemand van het andere ras. Kom, Luko, van je reageren naar Wani. Zie, Wani, EBS heeft een probleem eraf met de heer Hellings. Die die zaak gewonnen. De arbeid heeft gezegd, een ontslag, onrechtmatig. En de leiding wil zich niet daarbij neerleggen. Het is nu bij de hoogste mannen van het land en het duurt zoveel dagen voor Tekwan beslissen. Het gaat om een medewerker hoor, een medewerker van de EBS. Minister van een medewerker Tori Kandoro Sofara naar president. Maar situatie daar weer. De werkwijze van de huidige regering. Toch? U ziet duidelijk, daarom zei ik u toch? Dit heb je constant. Met meerdere maten meten. Toch? Want kijkt u hoe ernstig dat is van die meneer die commandant speelt bij de MP. Maar hij rent naar het kamp om te gaan onderzoeken alsof je geen ondergeschikt hebt bij de recherche. Toch? Die meneer is tot nu toe nog hoofd van de recherche. Ja? Maar je bent onderhoofd van de MP, hoofdrecherche. Waarom moet jij zelfs daar gaan in, hoogst eigen persoon, om de zaak te gaan onderzoeken? Toch, van die patroon. Het is een ernstige zaak, maar moet jij zelfs gaan? Nee, omdat die meneer daar bezig is, wil gaan zijn met damage control. De biggest man wordt ook, I go for crime investigation, maar ives dot ik ba. Ja, ives dot ik ba. Hetzelfde hebben we ook met de CEO. Je weet, normaal heb je het woord CEO, Chief Executive Officer. Ja, een bijman van een bedrijf. Bij de EBS hebben we al een paar jaar een CEQ. We hebben gewoon een, je weet ja, je hebt tegenwoordig die e-bikes. Daar hebben we een letterlijke IQ. Ja, een IKU. Die nou een verstand die daar de leiding heeft. En dat is het probleem. Dat al dit soort pietlullige zaken die dus door een kundige CEO, een kundige directeur, want drie toren aan verstand. Daar boven een sap los op. Maar nee, deze meneer denkt dat het bedrijf zijn eigendom is. De verkiezingen komen daaraan. Dat daar volle kies die wantra regering, dat je noemt moppo. Want het is overduidelijk bewust toch allerlei domme uitspraken. Ja, ik kan auto zelf kopen. Wel, waarom ben je dan 100.000 en meer gaan letterlijk gaan stelen van het bedrijf om een auto te kopen? En daar het nu wereldkundig gemaakt is. Want wie zegt jou dat jij de man zo moet behandelen? En de totale directie van de EBS, dat vind ik nog erger. Ze zijn zo bang, want dat is het. Ze zijn bang voor hun brood, want wie is brood mij eet? Ja, ik wil eigenlijk een ander woord gebruiken. Maar laat me netjes blijven, wie is brood mij eet? Eigenlijk wilde ik die V en die R ervoor zetten. Maar wie is brood mij eet, die staal mij spreekt. Mensen zijn bang. Je moet kijken wanneer het op cruciale beslissingen komt. Dat je eigenlijk ook naar bal jij naar kon zien. We hebben geen politieke ballen. We hebben geen morele ballen. We hebben geen ethische ballen. We hebben geen bal. Echt waar. Toch om gewoon op te staan en te zeggen van, hey, nee, dit kan niet. En dit pikken wij niet. Meneer, het is maar een elektrische koor. Tegen anderen van wie ik denk dat zij geen koeien zijn. Maar als jij laat meelopen. Als jij laat je meetrekken. Door die elektrische koe in iets dat op een kudde moet lijken, dan ben je een mensje hoe koud toe. Ja toch? Dus. Want je moet kijken toch wanneer koeien smiddags naar de stal gaan. Als die ene die zo'n beetje de leiding heeft, begint te lopen, volgen al die anderen.
Mijn vader heeft ook koeien gekweekt, dus ik weet het. Snap je? En gelooft u me precies, je hoeft ze niet te wijzen waar hun hok is. De massa precies, want ze kennen hun geur toch? Precies gaan ze in hun hok. Ik weet nooit waar mijn vader een koe moest weghalen om hem weer terug te brengen naar zijn of haar hok. Nou, waarom kunnen deze EBS-directieleden niet opstaan tegen die IQ en zeggen van tot hier en niet verder, want dit kan niet. Maar nee, omdat meneer Hellings van de NPS is, dat is het. En meneer Hellings is vakbondsleider en deze jonge vakbondsleiders hebben besloten om geen bami en chowmin en agufatu te eten. Ja, dat andere woord wil steeds naar boven komen, want dat is wat die anderen hebben gedaan. Toch? Ze hebben de vakbonden, ja, ze hebben de leden van de bij hun aangesloten vakbonden letterlijk misleid en verkocht aan deze regering. Dat maakt de man takkie want. De man is beetje money, elke man bijgeschreven op de rekening. De man is allerlei tierlantijntjes, de tramantjes auto, Jari, tramandinaba osso, want tram dessert. Aher bondsgebouw moederbond. Mee op. A regering die zitten waar also. Toch? Dus zo walgelijk. Ja, allerlei junkie vakbondsleiders heb je. Ja, mensen die de hele dag. En dan kom je niet aan mensen hun vertier hoor. Maar zal je met vakbondsgelden de hele dag bezig zijn. En blijf biggie in casino. Dan moet je je schamen. Je moet je diep schamen. Is het vakbondswerk niet in gedrang? Is het vakbondswerk niet in gevaar? Wanneer een bedrijf het voor elkaar krijgt om een voorzitter klein te krijgen, dan moet je toch vrezen dat het ergste de leden ook kan overkomen. Helemaal. En vooral wanneer het gaat om een, het is geen klein bedrijf, hè. Toch, het is het enigste bedrijf dat zorgt, dat ervoor moet zorgen dat er energie is, Mibrada. Voor mijn part konden er nog meerdere zijn. Toch, want ik ben ook niet eens dat er maar één bedrijf is. Maar broer, wie is de grootste aandeelhouder bij de EBS? De staat toch? De overheid. Wie is de overheid? De regering toch? En dan kan men geen stappen niet ondernemen. Men wil niet. Want mensen zijn bang. Want dat is wat er nu gebeurt. De VAP is bang om de ABOP aan te vallen. De ABOP is bang om de VAP aan te vallen. Ze verdragen elkaar niet, maar ze gedogen elkaar. Want de een steelt nog meer dan de ander. Dus nou man een lukken in schrijven. Nou man corrigeren in schrijven. Ja toch? Ik hoor mensen vaak uitleggen van hoe de begrotingsoverschot nu 3% is en alle soort dingen. Laat men ook praten over de verhogingen. Al die verhogingen waarmee men de volk heeft opgezadeld. Dan loopt men zich op de borst te kloppen alsof het goed gaat. Kijk u wanneer de president zijn drogreden houdt. Want dat is wat hij doet. Ja? Geen enkel... realiteit komt daaruit. Toch? Broeder, kom niet doen alsof je binnen 4 jaar... Ja, want we hebben dit land gered. Wie heeft hij gered? Hij heeft de mensen gered die geen geld hadden, die nu miljonair zijn geworden. Hij heeft de mensen gered die miljonair waren, die nu multimiljonair zijn geworden. Hij heeft de mensen gered die multimiljonair waren en die nu miljardair zijn geworden. En als jullie uitkijken, zelfs gaan heel binnenkort voor 25 mei... met al die maatregelen die hij nog doorgaat voor. Want als je ziet, de EBS heeft toch de prijs van gascilinders weer verhoogd. En nu komt men plotseling met een, wat goed kan zijn, maar is dit nu het moment om met nieuwe gascilinders te komen? Ja toch? Dus, ik las dat bericht vandaag, ik dacht bij mezelf van mijn god. Maar het zijn allemaal systemen en modellen om geld te maken voordat ze opgedonderd worden. Want ze weten dat het volk ze niet meer lust. En meneer Otto 2020, toen men allerlei leugens vertelde over de vorige president en de vorige regering. En tot nu toe, na 4 jaar, is men nog steeds bezig met die walgelijke leugens. Waarvan ontzettend veel niet bewezen gaat worden. Kijk, hoe de verdediging, want ik zie niemand daarover praten. De verdediging van meneer Van Trik, ze heeft vermorzeld, ze heeft vergruist in de rechtszaal. Toch? Ze zijn bang om daarover te praten. Meneer, kijkt u hoe men tot nu toe nog niks kan bewijzen tegen meneer Hoefdraad. Want Mikado, zelfs het IMF, waar die man jaren heeft gewerkt, ja, heeft aangegeven van, dit is een politiek proces en integendeel heeft die meneer de gelden aangewend
om het volk te eten te geven. Ja, vandaar dat we nu zien, ja, dat deze regering onder deze huidige president toch helemaal niet omkijkt. Hij kijkt niet eens om naar de mensen met een beperking. U kent het tafereel nog laatst, toch? De mensen stonden op hem te wachten. Hij is de mensen niet eens te woord komen staan. Hij heeft zijn leugendominee, zijn leugenpaaster op de mensen afgestuurd. Ja, om die mensen allerlei troep te verkondigen. En iets later reed hij de mensen gewoon straal voorbij. President Gadel, goed is aan zijn doer. Ja, toch? Meneer, wanneer we bemerken dat... Kijkt u. Er wordt gestolen in dit land. Op grote schaal. En het wordt gedoogd en... Want wie zwijgt, stemt toe. En ik zie dat de president helemaal niet praat over al die malversaties bij de EBS. Hij praat niet over de malversaties bij financiën. Maar hij heeft gewoon een paar mensen beticht. Maar de minister die toen daar aan het hoofd was, die is lekker vrij de dans ontsprong. Zelfs meneer, de eigenaar van Combimarkt en andere gasten, die plotseling, meneer, je moet kijken. Kijkt u, en dan mag die meneer ook mensen sturen om op Makko's huis te komen schieten. Toch? Kijk u in dat geval van meneer Kerpelani. De man heeft, want meneer Van Trikt als governor, ex-governor, mevrouw Housiel en nog een paar andere mensen. Zelfs meneer Michael Soeknandan en ik had ooit mijn andere damvriend weer, meneer Ori. Toch, van de Centrale Bank. En nog een paar andere mensen. Toch? Meneer Kromosuto zit nog steeds vast. Meneer Guinmardo Kromosuto. Toch? Mensen worden allerlei politieke stempels opgedrukt. Ja, ze krijgen het opgedrukt door deze regering. Omdat men hun falen nog constant afwentelt. Dus ding etik NDP aan het tap den vervoerversie. Dat is wat er gebeurt in Bigismabotaki. Toch? Want hun falen willen ze steeds goed praten van ja, maar de NDP, dat meneer, jij bent nu aanzet. Niet de NDP. Ja toch? En geef dat jou het recht, oh, dus omdat NDP me kwam toe fout, dat me kie, you know die jongen kon gelijk benig, dat je begint roof naar een voer, want hij eenmaal mijn lawa volle tak NDP voer staatskas legi. Het bewijs is geleverd toch? Meer dan $700 miljoen was in de staatskas. Daarom heeft u nu gezien, voordat u dacht, auto's gekocht, peperdure auto's, allerlei dingen. U weet het nog, allerlei functies toebedeeld aan hun friends en family en vooral aan hun vrouwen en buitenvrouwen. En broers en zussen. Maar men kletste over friends en family tijdens regering Boutersen. Toch? Ik zeg niet dat het niet gebeurde, maar niet op deze schaal. En het was niet goed toen jij in de oppositie zat. Waarom is het niet goed wanneer jij in de coalitie zit? Daarom, smanaf, loop me. Daarom, meneer, toch? Ik heb het vanmiddag ook bij Bakkanatori. Heb ik het aangehaald aan de minister van Binnenlandse Zaken. Omdat meer takkie is Mako op volle gezondheid persona non grata geworden, toch? Men heeft me tegengewerkt, men heeft me van alles beschuldigd en allerlei toestanden. En plotseling ben ik een crimineel geworden. Ja, toch? Meneer, ik heb mij geregistreerd. Ja, toch? Ik heb mij netjes geregistreerd op de afdeling personeelszaken. Meneer, wat moet ik doen wanneer jij mij niet wil hebben op het ministerie? En ik ga over een paar maanden. Ben ik klaar met werken, toch? Ik wilde blijven werken tot de laatste dag. Maar wanneer mij je daar niet lust, niet gunt en allerlei obstakels opwerpt, Mibrada. En dat is wat er gebeurt met ontzettend, niet alleen met Makko, met ontzettend veel ambtenaren. Want weet je wat men bezig is te doen? Ja? We moeten uitkijken dat men niet bezig is, alsof men de minister van Binnenlandse Zaken de opdracht heeft gegeven, want dan gaat men doen alsof het alleen die minister is. Ik pleit hem niet vrij, maar hij staat niet op zichzelf daar, toch? Hij voert geen beleid uit daar op het ministerie, op zichzelf. Dat hij doet, want staan ze ewan niet. Want als het niet goed is, dan moet je die meneer toch corrigeren. Weet je hoeveel ambtenaren zij hebben geregistreerd? En toch hebben de mensen hun salarissen niet ontvangen. Net als ik. Die registratie was bedoeld om de ambtenaren die spoken aan het werk te verdrijven. Maar uiteindelijk zie je dat de mensen die werken, die verschijnen, de dupe van worden. En weet u, wanneer ik het woord spookambtenaar hoor, deze mensen zijn juist de mensen die al jaren, al decennia lang heeft men spookambtenaren gecreëerd. Want politieke loyalisten
worden in dienst genomen zodra men de verkiezingen heeft gewonnen. En alle regeringen hebben zich daar schuldig aan gemaakt. Dat zeg ik wel gewoon. Maar deze regering spant absoluut de kroon, weet u waarom? Het kabinet van de president heeft meer dan 4000 mensen. Kan het kabinet 4000 mensen daar herbergen? Dagelijks, gelooft u me. Mensen zitten gewoon thuis en de meisjes den bij die money. En het zijn alleen maar mensen, op net enkele na, die op de president leken. En wanneer je over deze dingen praat, dan willen mensen boos worden en dan vindt men je racistisch. En mami gado, als het gebeurt, dan is mijn takkie. Ano vierduizend voor dus een Indië dat je, ano voor dus een Japanese dat je, ano voor dus een Chinese ook dat je te pakken kabinet voor een president. En zeker niet ano voor dus een blanke man. We moeten niet bang zijn om de dingen te zeggen. Want gelooft u me, mijn Hindoestaanse broeders en zusters, die vinden het ook absurd dat wat er gebeurt. Want door de handelingen van deze regering, en zeker weten deze president, die alles naar een bepaalde etniciteit laat leunen, alsof die mensen alleen maar geschoold zijn, wie heeft die uitspraken gedaan? Minister Ori toch? Ja, de president doet het gedekt, maar minister Ori heeft het gewoon gedaan toch? Heeft de president het gecorrigeerd? Heeft de VAP het gecorrigeerd? Ik moet niks hebben van de VP, zijn beleid. Maar de VP is de VP. U kent dat karikatuur nog geplaatst in het Dagblad Suriname. Dat eigendom is van die oranje koe die alles goed praat in zijn programma daarbij Rapar. Ja? Heeft hij het ooit laten corrigeren als directeur? En als adviseur, want hij is ook een van de adviseurs van de president. Toch? Daarom gaat niks goed. Want hij zelfs heeft advies nodig. Toch? Wie zwijgt hem toe? Meneer... Richard Kalou heeft toch ook meerdere keren dit soort uitspraken gedaan? Ja? Is het ooit gecorrigeerd geworden? Laatst heb ik u mevrouw Matura laten beluisteren. Heeft de president of heeft de VAP het gecorrigeerd? Ja? Die clown van... Die praatpapegaai. Toch? Die oranje clown. Die zwarte oranje clown. Die altijd eeuwig meneer weggeronnen. Heeft hij iets daarover gezegd van nee, dat kan niet. Dit kunnen we niet doen met elkaar. En moraal en ethiek is zoek binnen de politiek. Alleen maar omdat Iwan Blakatraman, dat je alles soort lagisani. En dat is het absoluut beleid van de VAP. Wanneer we zien dat mensen met de dag niet kunnen eten. Meneer, weet u hoe weinig kinderen naar school kunnen gaan? Omdat ze gewoon geen eten hebben. En die ouders hebben ook geen busgeld. Toch? Weet u hoeveel mensen die werken, niet alleen in de ambtenarij. Toch? Weet u hoeveel mensen ontslagen worden? Omdat gewoon de arbeidsmarkt veel minder verdient vanwege al die hoge prijzen en koersen en allerlei dingen. En toch hoor je bepaalde beleidsmakers uitleggen van de koers is stabiel. Meneer, wat noemt men stabiel? Is 33 stabiel? Je had gezegd dat je het naar 7 zou brengen, toch? Je moet durven. Je moet durven. Ik daag jullie uit om het naar 7 te brengen voor de verkiezingen. Ja, toch? Want denk je dat die mannen, want aan de oom, jullie hebben de koers niet te handelen en jullie weten het. Niet alleen de vorige regering had de koers niet te handelen, jullie nog minder. Maar jullie hebben de mensen gek gemaakt en de speculanten, de mensen van de cambio's, die hebben lekker meegewerkt om de vorige regering weg te werken. Middels de hoge koersen, zodat jullie in het zadel konden komen, zodat hun beleid verder kan gaan. Want niet, brada. De eigenaren van een cambio's en al die andere speculanten, in de OMO's en al dat soort dingen. Ik blijf het zeggen, het wordt alleen maar gedaan om wie rijk is, rijker te maken. We hebben minister Sildien gehoord in die case over de OMO. Hij zegt... Hij ervaart het op het ministerie, de oude sector die hij moet ordenen, dat de mensen niet meer investeren in de landbouw. Allah met tjademoni go in de OMO. Oké, broer. En wat gebeurt er nu? Kijk, ik heb het laatst nog mogen ervaren. Toch? Dat bepaalde handelszaken gewoon geen rijst in grotere getallen voorradig hebben. Toch? Het is er niet, omdat er ook weinig... Er is nog nooit zo weinig ingezaaid vanaf deze mannen zijn komen aanzitten. Omdat het mannen gewoon niet kan schelen. If a volk no manyang. Ze hebben het volk wel nodig volgend jaar om voor ze te stemmen. Maar
geloof me, zijn stem, die maar klaar aan je baren. Zijn de steentheorie en de winnaar is bekendgemaakt dat hij maar klaar aan je. Daarom heb ik, ik praat nu tot deze, maar nu richt ik mij tot mijn partij, de NDP. En alle andere partijen die het volk gaan beloven dat we het anders gaan doen. Koudusa omdoera. Want in uw programma hier, voor de camera van Kulturu TV, nationaal en internationaal, maak ik de belofte dat ik geen grappen ga maken met welke regering dan ook zal komen. Ja toch? Dus het mag paars zijn, samsa. Dat heeft bepaalde groepen, niet ieder gaat dit soort dingen doen. Maar je had altijd mensen kunnen hebben, want mensen verschillen toch? Met beginners maar, uno doet dat die. Laten wij werken voor het volk. Laten wij het volk bewijzen dat wij het kunnen. En het maakt niet uit met wie de NDP gaat samenwerken of wie met de NDP gaat samenwerken. Ik zeg dat ik alles en iedereen zal blijven aanvallen. Want deze regering moet niet het gevoel krijgen of alsof, oh, makuna, omdat de mannen NDP dan. We moeten koe ailuku. Even een belangrijke vraag, meneer McDonald. We zijn bezig met de verkiezingscampagne Senal. En iedereen en alles heeft zo te zien een prijskaartje, via volgers, alle de zo zijn dat die dan. Je kan wat bedrag dan je tagga partij. Meneer McDonald, zijn aan jouw prijs. Zijn aan jouw prijs. Als je taggi een partij, zijn aan jouw prijs. Want een prijs, hé? Ietsje volgers ook toe. Mijn prijs is, wat ik altijd zeg en meestal mee afsluit, voor land en volk. Daarom ziet u wanneer ik hier zit, wie is vorige week mee bij weer paars toch? Maar laat mensen weer gaan luisteren. Ik laat mij de les niet voorlezen door paars. Naar mijn partij, mijn lobbying, mijn opbrokken, mijn tak onwaarheden. Maar waar het ook gezegd moet worden, als ze een fout hebben gemaakt of waar dan ook, of iets gecorrigeerd moet worden. Dan ben ik gewoon ook toe. Hoeveel? Dan ben ik niet geweldig. Maar wijst u mij één persoon van een andere partij in deze huidige coalitie die dat wel doet wat Maku durft te doen. En heeft u ooit gelezen of gehoord dat de NDP mij eruit heeft gezet? Omdat ik ze altijd ook zeg van, ook al zouden jullie dat doen, ik blijf NDP'er. En daar jullie door gaan naar stemhok, dan meer stemt op NDP. Maar Maku zijn prijs is, het moet goed gaan met het land Suriname en met de bevolking van Suriname. Ik heb geen Ranger en Prado en Raptor nodig of wat dan ook. Aankomende ministers, onteken, als jullie het werkelijk menen met land en volk, onteken contracten met jullie politieke partijen en met de komende president en vicepresident, dat jullie niet gaan doen op de ministeries wat jullie willen. Er gaat beleid voor jullie gemaakt worden. In jaar 1 moet dit gerealiseerd worden. Jaar 2 dit. Jaar 3 dit. En ga zo maar door. Een van de grootste voorwaarden die ik zelf voor zal blijven pleiten, of voor bij de minister kan je bij wish of van Hilux. Dat is niet zo aan de boemoro. Als je het meet met land en volk, want je tijga volk, mensen wat abif taai bij de want. Weet je, we willen binnen 2 jaar of 3 jaar of you name it, willen we dit land weer economisch, financieel gezond maken. Dan heb ik misschien binnen toemoen te itro minister. Dat plotseling je rewa raptor, want even bij rewa, wang Hilux. Dat paar moet ik moppen dat je rewa raptor nu. Toch? En dan wang, plotseling toe raptor de onder je ozo. Na Hilux wie. Plotseling je ozo sa ba voor camera nu op 18 camera. Laten we dat soort dingen niet doen. En ik weet dat dit soort dingen, sorry al meneer Rendel, maar ik weet dat dit soort dingen niet leuk over gaan komen. Maar dat is de realiteit wat we het volk moeten bewijzen. Dat wow, rokodje ding. En die peers, met takanga ununu de. Met ons soort af volk dat wij het kunnen. Toch? Onze slogan zegt, yes we can do the job. Maar laten wij ook bewijzen, yes we can be honest. Want te you know de eerlijk gomita volk. Dan moet de partij jou eruit schoppen. Sorry. De partij moet eruit schoppen, want dan ben je geen goede vertegenwoordiger van het beleid van die president, die vicepresident en de rest van de ministers en de partij waar je toe behoort. Toch? Dus vooraf moeten afspraken gemaakt worden, harde afspraken, mensen moeten tekenen.
Ja toch? Actes moeten opgemaakt worden via de notaris. Want broer, je moet je handtekenen. Dat wil zeggen dat jij je daaraan moet houden. Je hebt je gecommitteerd aan de gemaakte afspraken. Broer, waarom kan een assembleelid niet gewoon op de brommer naar het werk gaan? Het lukt toch wel in Nederland. Zogenaamd nemen we alles van Holland over. Maar die goede dingen niet. Maar dan dat wil zeggen dat we influencers ook niet kunnen bespreken die zichzelf hebben getekend om het beleid goed te praten of zogenaamd te doen. Niet alleen influencers, ook gospelartiesten. Het gaat over de hele sector in Suriname heen. Noem maar op, heb je mensen die hebben beloofd aan een partij om... Wie zijn mannen van een partij? De man belooft dat de man... De woordvoerder voor de man, de man takboom voor de man, van beleid boom, van die boom. Fab dat hij. Dat is niks anders dan een ordinaire leugenaar. Kijk, net als die meneer die plotseling vond van de VIP heeft hem zo onheus behandeld. En met allerlei geweldige Nederlandse woorden waarvan ik vaak denk van Mikaude, amasap over Zamaitaki. Toch? Weet hij waar die woorden wel thuis horen? Want aan het tegenbrek allerlei geweldige Nederlandse termen die niet eens thuis horen in onderwerp zijn, als je belicht, dat je denkt dat jou geletterd maakt en dat mensen moeten denken van oh no, a Paris, a koni. Jamus boom. En dat is wat ik alle beleidsmakers die op komst zijn mee wil bemoedigen. Met je ati naktapa juiste pressie die je kondre naar je people. Want ik kan scoren 1000. Maar als je nou voor maar nummer 1. Dat de bachelor en master. Je kan ze weggooien. Want jouw inborst naar jouw volk en jouw land. Is 0,0. Toch? Daar heeft het volk niks aan jou. En dat hebben we zien gebeuren met heel veel van de beleidsmakers nu. Want alles wordt goed gepraat. Terwijl het volk elke dag die kommer en kwel van ze meemaakt. Toch? Maar heb je toch dat soort circus clowns. Maar dat is zo nu zo. Want man libis man. Is man in wat jaar iets eentje bij een IT-partij. En alle de IT-partijen. Ja, die dat je afgebak een peek mopo. Dat zegt dat mij veel. Van jouw inborst. En ook van de manier hoe jij in elkaar zit. Schaamteloos. Waardeloos. Ethiek en moraalloos. Dat is het. Je na moraal in na ethiek. Ja, want mijn jan toe, want mijn. Maar ik ben blij miljonair toch? Ketting van 500.000 en weet ik veel. Wanneer je zat te eten in restaurants, alle de vrouwen van lastig, ja, want mijn vrouw wil lobby. Maar je moet kijken, daarom ik ben bara volk, naar de influencers die zo lobby. Laat ook kijken naar influencers. En dan maak je er, want mijn perfect. Maar mijn en mijn moeite voor zor unu naar een leghoes aan uit. Die ook kan gebruiken tegen don te toetsen, want te met takwasani. Dan gos don denk ik, baka, gos rewind a programma van mij. Dan volle tak nooit meer sorry was aan dino boom. Mino het zie nooit op tak, ay go dan, ik go kosa president vice vuil. Of go dan, saka alles op dot takigi a vice president of joan minister. Nee. Maar met tegi wel, dat je hebt recht. Voor Luca president, a vice-president, de minister in de AI, die tegen den tak ifaya wat in Nedu, zij takibodu. Maar ook toen meneer McDonald, ja, maar zij kon bespioneren gratis in de politieke partij. Voor go verteerd aan een partijprogramma, naar een soort sanity. Dat zijn ook zaken waarop mensen moeten letten in feite. Politieke partijen zijn daarvoor gewaarschuwd om niet iedereen even alles toe te laten. Helemaal. We hebben het laatst gehad met een of andere grappenmaker die dacht dat hij zo makkelijk zou kunnen infiltreren binnen de NDP. Maar hij vergeet dat de NDP een revolutionaire partij is. En soms, hoe abi door maar wel libi vloekusa fa ideen en fa je denkie. Toch? Daarom mee, men gaat me altijd onbeliefd, onbeschof, nors, dit, dat, weet ik veel. Maar de mensen die mij makkelijk goed kennen, die weten hoe ik ben. Ik ben een no-nonsense man. En ik kan mensen scannen. Daarom ben ik blij dat ik nooit met die meneer heb gesproken. En daarom ben ik minder blij aan de andere kant ook. Dat een van u, en dan is het geen natrap naar die meneer hoor. Hij heeft het goed bedoeld. En ik heb gedacht van ach. Het leek erop alsof die bewuste meneer
bezig was op te komen voor land en volk. Dat ik één keer daarbij Wakapassi een interview heb gedaan met die meneer. Ja, en ik noem die naam gewoon meneer Benny Miranda. Ik ben super teleurgesteld. Omdat ik op dat moment even mijn common sense niet heb gebruikt. Ik heb de liefde voor land en volk laten prevaleren van... Ach, Anamimama, kom aan, mama, doe een interview. Want kijkt u vandaag aan de dag waar hij weer gegaan is. Die man die zo alles van de VAP kapot heeft geslagen. Alles tegensprak. De VAP van alles betichtte. Wie stond op het podium in een keurig pak, volgens mij een pak servaatjes voor VAP? Snapt u? Je zal Maku nooit dit soort dingen zien doen. En nogmaals, ik ben niet geweldig, want er zijn ook heel veel andere mensen die dit soort dingen nooit zullen doen. En voor die mensen heb ik waardering. Je moet niet te koop zijn. Net zoals hoe een of andere opa die storyteller is, met een zwarte middenvinger, lange nagel zo, zwarte nagel aan zijn middenvinger. Die meneer die eeuwig allerlei troep denkt te moeten verkondigen over de NDP, waarvan hij zoveel heeft gestolen. En daarom heeft men hem opgedonderd destijds. Die meneer wilde directeur cultuur worden. Daarom heeft men hem opgedonderd. Die meneer heeft zoveel gestolen tijdens Carivesta. Er zijn stug verhalen van die meneer in Nederland. Waar hij gewoond heeft en waar hij nu weer woont. Ja, want juist die mensen die zoveel te kletsen hebben. Vraag ze als ze hier te landen zijn. En meevoelen met het volk. Wat het volk allemaal meemaakt. Nee. Maar ze zitten constant daar. Want ze worden betaald door de zittende regering. Om constant de NDP te moeten denken. Aanvallen. Meneer, luister. Wij van de NDP zijn wel in de gelukkige omstandigheid dat wij geen toestanden uithalen met kinderen. Wij houden van kinderen. Mijn voorzitter van de partij houdt van kinderen. Hij zit kleintjes die te toucheren met een nagel en allerlei dingen. Want dat is de reden waarom die nagel zo zwart en vies en vuil is. Hè? Ja, no? Ik ga het met een netjes woord zeggen. Na fecaliën dappen. Ja, toch? Ja, dan begin je met kung na dat vast naar Rafi. Daarom, toch, zijn mensen bang. En mensen weten nu dat ze hun kindertjes niet in de buurt van jou laten komen. Toch? Vooral de kleine jongetjes, want daarop kik jij. Toch? Begin ervoor te zorgen dat jij het rechte pad bewandelt, meneer de Banansi-verteller. Ja, toch? Want zulke gasten als jou, je wil komen afgeven op de NDP. En al die andere gasten die ook denken dat zij... Want je ziet wat er nu gebeurt om mij. Men loopt allerlei berichten te zetten in de ware tijd. En al dat soort dingen, meneer. Hoe je die andere grappenmaker weer. Snijders. Armand Snijders. Volgens mij is die krabbenkoker niet eens Surinamer. Toch? Parbode. Ja, jullie mogen boos worden. Ik noem namen gewoon. Waterkant.net, die eeuwig zitten ze alles wat ik hier bij jullie verkondig en via andere kanalen zit men te verdraaien. Daarom dat een of andere elektrische koe vond van ik heb hem beledigd en ik heb hem dief genoemd en al dat soort dingen. Ik blijf het elke dag zeggen. Er zijn bepaalde mediahuizen. Never, nooit zal ik tot ze praten. Een interview afstaan. Een paar boden. Ze gaan zien hoe ik achter ze ga aanrennen. Snap je wat ik bedoel? Ik moet niks hebben van dat soort mensen. Je moet nieuws niet eenzijdig brengen. Want elk verhaal heeft drie kanten. De kant van de verteller. De kant van degene over wie er verteld wordt. En de waarheid. En Miloba waarheid toch. Daarom, familie Jazomi Brada, ik pretendeer nooit te komen uitleggen dat de NDP alles perfect heeft gedaan. En alles. Maar weet u wat wel? Als een paal boven water staat, de NDP heeft vanaf haar bestaan fouten gemaakt. Want de fout maak je atro. Maar wij zijn ook de enige partij die de ballen hebben om het volk te zeggen van kijk, dit hebben we minder goed gedaan. Sorry. We gaan corrigeren, we gaan dingen rechttrekken en we gaan ervoor zorgen dat het zich niet meer zal voordoen. Heeft u dat ooit? Deze president heeft hem ooit sorry horen zeggen tegen het volk. Meneer Boutersen wel hoor. Mijn voorzitter, mijn ex-president, mijn leider van de revolutie heeft dat wel
vaker gedaan. Ja toch? Ja, en wij die de NDP uitdragen, wij zullen dat altijd doen. Heeft het laatst gezien toch? In die kleine griet-grietie tussen Oom Jules, Pas Jules, Weidenbos en mijn persoon waar ik... Wat heb ik gedaan? Mi wakamita bijiman. Ja, mi. Zo zit deze man in elkaar. En natuurlijk hebben anderen ervoor gezorgd, die ik niet bij naam zal noemen, maar ze weten het wanneer ze dit programma zien. En ik heb gelijk gezegd, ja. Ja toch? Want dan ben je een man. Zoals als ik een keertje verkeerd tegen u zou zeggen, je hoeft me meer rekenen. Ja, jubaga. Mijn verleden jongen, mijn behandeling boem. Dan ben ik een man. Ook al gaat u het niet zeggen, meneer, die allemaal denkt, gaat u zeggen van, hey, no. Of als u ergens bent en uw mensen iets anders hoort zeggen. We moeten, als we zeggen dat we mannen zijn, dan moeten we ook als mannen handelen. Daarom blijf ik erbij. Trouwens, ik ben blij dat ze het nooit hebben geprobeerd. Want men zegt, iedereen heeft zijn prijs. Mijn prijs is nogmaals, het land Suriname en de bevolking van Suriname. Want te af voor akkoorden, het draait boom. A people abemboom. En ik ben onderdeel van het volk. Toch? Dus van volk abemboom naar mij ook toch abemboom. Ik wil niks voor mezelf hebben, mijn brother. Want mensen denken van, oh, Amazi, hij vindt die positie, hij vindt die, hij vindt die positie. Nou, die maar 60. Of die, met tap 60 dadelijk. Nee, bij Biggie. Toch? Dus, al die mensen die ook, ik wil ook een waarschuwing sturen en een verzoek doen aan de NDP'ers. Laat u niet afleiden. Middels allerlei afleidingsmanoeuvres van de zittende regering. Vooral van de olifantenpartij. Ja? Want ze weten dat zij niet meer gedragen worden. En een kat in het nauw die maakt rare sprongen. En krabbe, bitte, die is alles wat ze niet, toch? Mensen voelen zich in een hoek gedrukt. Weten, ze zijn in het nauw gedreven. Daarom zijn er containers met geld aangekomen voor praat money. Daarom ik met takango NDP'ers. Noem ik nou een koloyo. Noem ik nou maar een kopie om. Heb die loyaliteit. Die is vervat in de statuten van de partij. In de gedachtegang, in de ideologie van de partij. Nu is de tijd dat wij NDP'ers naar het volk moeten gaan. En ze gewoon uitleggen van, ai, we doen ons best, we doen alles sani. Voor mij, a people sananka, a ben saaf saaf riep chimoroboom. Want al die grappenmakers die ons voor misdadigers en criminelen uitmaken, doen zij het nu beter de afgelopen 4 jaar? Oh, de president die constant in de vergaderzaal gilde, op de tafel sprong, meneer Jogi, meneer Charman, mevrouw Matura, al dat soort mensen, meneer Gadin en zo. Wat doen ze vandaag aan de dag? Gronden stelen, geld zitten te tellen, onder de tafel, ja, alles verdedigen. Kijk hoeveel tonnen cocaïne gevonden wordt, maar niemand van de fans die daarover praat. En ga zo maar door. Kijk u al de schandalen vanaf deze regering is aankomen aanzetten. Want verleden hoorde ik ene meneer Idris Naipal, ook een van dat soort walgelijke figuren die alles goed praat voor de partij. Want daarvoor wordt hij betaald, toch? Ja, mensen hun telefoons worden afgeluisterd. Hoe ik hier zit, meneer. Na alles aan samen, maar je takt ja zo. Sma, via mijn telefoon, als ik u bel of zo. Ik weet het, maar het interesseert me niet. Weet u waarom? Omdat ik zou bang moeten zijn voor represaille maatregelen wanneer ik voor ze loog. Maar zolang ik me verteer aan waarheid, dan mimakoudis ne vrede. En ik ga overal en ik ben voor niks en niemand bang dan alleen voor God. Meneer McDonald, u zei net dat ze in een hoek zijn gedrukt. Maar in interviews die zij afstaan, merk ik dat niet, want leden van de VAP of leden van de regering, de coalitie of zo, zijn van overtuigd dat het gevoerde beleid van de afgelopen jaren ervoor zullen zorgen dat ze de verkiezingen grandioos gaan winnen. De VAP praat over 28 tot 32 zetels. Ja, en zelfs 34. Ja, en waar mensen zeggen van dat die verworvenheden zijn nergens te zien. Zijn er wel een paar opgenomen, zoals het installeren van het constitutioneel hof. Is dat van die dossieren die zijn afgegeven aan het Openbaar Ministerie om corruptiezaken te onderzoeken, onder andere. Maar is er één van ze onderzocht geworden? Mijn retorische vraag naar meneer Naipal. Is er één onderzocht geworden en zijn die mensen die corruptie hebben gepleegd vanaf 2020...
heeft men ze berecht. Open, je moet zien allerlei corruptieve handelingen openlijk gebeuren. Kijkt u nu wat er gebeurt met die Monikartas bij sociale zaken, meneer. Asma Blakamang, waar wordt hij betaald aan een Javaan? Amana Hindustani, waar wordt uitbetaald aan een boeroe? Niet iemand, jaren. En het is een samenspel en dan ga ik de mensen mogen boos worden. Bepaalde personeelsleden van SOSAVO en bepaalde personeelsleden. En als men door blijft kletsen, ga ik namen noemen. Want ik krijg die informatie. Ja, dan mogen mensen boos worden en dan weer naar de rechter rennen. Dan moet je niet stelen. Dat Surinaamse postpark maak ik ben super teleurgesteld in bepaalde personeelsleden vandaar. Zij die zich hier aan schuldig maken, hoe stop, want mi aba informatie en mo puru bere kadoro. Mo puru bere kadoro mensen. Die mensen van SOSAVO, ik heb bepaalde namen al doorgekregen. Stop jullie ermee. We voeren het. Meneer, weet je wat betekent dat? Iemand die een beperking heeft, zei kies om chimoni. Toch? Het is al niet veel. Dat je voer asma sensie weet. Tikka money prati. Weet je hoeveel mensen in het achterland, binnenland en het verre achterland, bestolen worden omdat die mensen weten niet te lezen, te schrijven. Ja toch? Dus dat zou je mij doen. Pas mamtje 6000. De mij terwijl een bedrag heb je. Toch? Dus if je een loop naar zo'n stapel de go. Voor zo'n vijf is er deze zo. Dat de persoon het niet bij kan houden vanwege die geringe scholing. OM is bezig met het onderzoek, meneer McDonald. Het OM is met ontzettend veel onderzoekingen bezig. Maar omdat, weet je wat de ding is? Boomerang effect. Hij draait kaart in bakken, dus hij is mijn bank dat door. Hij heeft dok. Maar aan zijn boomerang kantjes ding. Dat is wat er gebeurt. Laat men de zaken juist en duidelijk en zuiver onderzoeken. Zoals hoe men alles van Bouterse onderzoekt. Ja toch? Alles van de NDP onderzoekt. Kijk hoeveel NDP'ers men constant zit te bekladden. Kijk hoe men nu bezig is om onheil te stichten. Dan zeg ik die meneer Armand Snijders en een paar andere krabbenkokers die denken dat ze geweldig zijn, zogenaamd in een vrije pers. Ja? Meneer, hoe heet u weer? Zaterdagmorgen bij Radio 10. Toch? Ja? Gelooft u me, dus ze zijn zo walgelijk. Want praat over al die overduidelijke malversaties en misstanden. En diefstal van gelden, gronden, alles. Voertuigen, alles. Huizen. Toch, men gaat zelfs ertoe over om zelfs eigendomspercelen te stelen van mensen. Zo vreselijk is deze regering bezig. Toch, de meeste DC's kunnen niet eens lezen en schrijven, want het is gewoon een clubje clowns. Ja toch? Meneer, terwijl de wegen in het achterland onbegaanbaar zijn en zogenaamd dicht zijn gegooid, stuurt de DC van Wanika gewoon 6 tot 10 trucks en hij gaat zelf met die mannen mee. Mekka Takano toe. En hij gaat zelf met die mensen mee richting Para, om daar de mensen van Para de lakens te gaan willen denken uit te delen. Ja. En daar zeker een paar mensen daar op het commissariaat daar, toch? Een paar districtsecretarissen hebben gezegd van dit gedonder gaat niet door. Mensen die hun hart op de juiste plek hebben. Want voor de DC alleen, no problem. Want Amone praat onderling. Dat is wat er nu gebeurt. We hebben een boevenbende hier in dit land. Ja, en deze mensen willen juist kletsen. Kijk je de DC van Paramaribo, die eeuwig komt uit. Kijk hoe vies, vuil, stinkende stad eruit ziet. In plaats van dat je dat opheft, samen met die mevrouw van OW, zit je te kletsen met een project om de waterkant. Mikaro, laat dat nu. Is wat de waterkant nu? Renovatie, rehabilitatie, hoe men het wil noemen. Is dat nu geniet, moet dat nu meer of grotere prioriteit genieten dan wat er voor de rest gedaan moet worden? Toch? Al die kijk je bij de kleinste regenval of springvloed. Hoe Paramaribo onder water zit. Ja, kijk hoe vies en vuil Paramaribo eruit ziet. Paramaribo is tien. Mijn vies die voor kan je naar foto, mijn chef voor kan je naar foto. Gelukkig dat mina man al jaren, als ik niet dringend iets moet doen, zoek ik de stad niet op. Snapt u? Omdat je fugaf saiyashi, de hele stad vol met zwervers en bedelaars en bedelaressen.
die gemaakt zijn en gecreëerd zijn door deze regering, zeker wel de afgelopen 4 jaar. Want mensen zijn aan de bedelstaf geraakt. Want ik zeg het. Suma ben goedu, komoro goedu. Maar suma ben de ja, godaper. Ik ga slechts 3 verworvenheden. Tussen aanhalingstekens. Voor die meneer, hoe heet hij weer? Idris Naipaul opnoemen. Ja, ik hoop dat hij dat mee kan nemen. Want hij heeft zo mooi allerlei troep uitgelegd. Het muilkorven van demonstranten tegen onrecht en wanbeleid van de regering. Laat hij zeggen dat het niet waar is. Toch? Ik had u verleden al gezegd. Diefstal van COVID-19 gelden, tenten, huur, non-transparantie, transparante aankopen, etcetera, etcetera, zonder missives of autorisatie aanvragen. Ja, de HPSG-overtreding van diverse wetten en het OM pakt ook hier, mevrouw Paraxing, ik geef u weer een reminder, HPSG, daarover moet u praten. Maar heer de Bouterse, praat u ook hierover. Ja, de HPSG-deal... Dat bent u vergeten al? Het Dubai-schandaal van meer dan 1 miljoen, waar er openlijk geld is verkwanseld. Dit is toch niet mijn money. Kijkt u laatst weer. De worst lady gaat weg met bijna 2 of 3 ton, terwijl het protocolair niet zo aan toe moet gaan. Er zijn regels toch, maar zelfs dat weet men niet. Maar smij blij, boombiki, hoogwaardige geestelijke leaders. Ja, diefstal steunfonds voor getroffen landbouwers. Van meer dan SRD 50 miljoen. Non-transparante distributie van slansmiddelen. Gesjoemel met voedselpakketten. Iets waarvan men kletste van. Aina NDP, wij gaan geen voedselpakketten maken. Wat, hoe heet het nu? Food basket. Ja, en je moet kijken wie de mensen zijn. Die de trekkers zijn en die de producten leveren. Money making business. U heeft gezien dat zogenaamd schoolbrodenproject. Van de worst lady, wie zijn de trekkers, wie zijn de mensen die make big money? Juist, ja. En wat krijgen de kinderen te eten? Troep, letterlijk troep. In de zware COVID-periode waren bijeenkomsten verboden. Toch organiseerden de president, de VP, de worst lady en diverse ministers vele bijeenkomsten met vele tientallen honderden en soms zelfs duizenden personen. Laat mij zeggen dat het niet waar is. Je weet nog toch? Het presidentieel paleis dat altijd voor moet gaan als ze zijn een plek waar men met respect naar moet kijken. Je weet nog toch? Mensen zonder te dansen en te schuren op het balkon. Ja? Meneer Dijkstil is er een van. Ik roep zijn naam gewoon. Wat? De beelden zijn er toch? Maar het zijn die mensen die steeds willen komen afgeven en die want mensen doen nu alsof het presidentieel paleis van hun is. Ja, er zijn containers nu achter het presidentieel paleis geplaatst. Waar de presidentiële garde met allerlei burgers en Indiërs. En VAP-gezinde militairen en politiemannen. Ja, en BBS'ers daar plaats hebben genomen. Presidentiële garde, waarvoor? Is Suriname zo onveilig? Oh, wat doe je? Voor 2020. Bezig was te liegen en te bedriegen richting dit volk. En je loog. En zo heb ik gelogen voor de vorige regering. En tot nu toe lieg je nog. Want tot nu toe heb ik bepaalde mensen, waarom de president nog niet 1 keer kunnen betrappen op een waarheid. Want u weet wat ik u altijd zeg toch. Als ik dat zie, moet ik erover. Op dit moment ga ik ervoor zorgen dat ik het hierbij laat. Ik hoop dat de boodschap weer begrepen wordt door mijn condremans. Ik zit niet hier om de VAP neer te halen en al dat soort dingen. Maar ik ben wel iemand die de dingen zegt zoals de dingen zijn. En ik ga niks komen verhullen en verbloemen. Net zoals hoe ik mijn mensen van de partij ook vraag van de NDP. Laten wij in eenheid optrekken. Al de leiders binnen de NDP met Bejo Ubrazos Revi. Nu ben ik nog eens met chaprati te zoen. Want dat is wat ze willen doen. Ze willen chaprati. Zo win je geen verkiezingen hoor.
Zo. In eenheid. Wankofu. Wijlen meneer Dobro dichter Dobro zei wanbong. Laten we die wanbong gedachten vasthouden. Laten we de principes, moraal en ethische normen en waarden die de NDP ons altijd heeft geleerd. Laten we dat in ere houden mensen. Kodo go fit nasma. En dan begin ik bij mezelf hè. Ja, want misaptak mi mo voor no makkelijk. En dan voest me weer meer soms dan. Ik zeg het gewoon, want waarom moet ik komen doen alsof? Nee, ik ben, ik zeg het u elke keer toch, ik ga altijd naar mezelf kijken in de spiegel als eerst. Willen wij het verschil maken, moeten we bij onszelf beginnen. Ik sluit af met een quote die ik toevallig zag vandaag. En het heeft me aangesproken. Milobi Kondreman. Real growth is when you start checking and correcting yourself instead of blaming others. You take your power back by being responsible for your life. Teiwan gro, echte gro, na teiu e bijing fu check yous revi na corrigeer yous revi. In plaats prevu je wakai blame trawang. Gie de mistake fu zei meki, gie de foto zei meki. Ja toch? You o take your power backa te je begin fu de verantwoordelijk gie yo egi libi na yo do. Ik stuur dit in de richting van alle Surinamers, maar ik stuur het in het bijzonder in de richting van mijn partijleiding, mijn partijhoofdbestuur, mijn partij afdelingsvoorzitters, mijn partij subafdelingsvoorzitters en alle leden van de NDP. Laten wij dit doen. Laten wij Suriname en daar buiten, want de wereld kijkt mee toch, bewijzen dat wij de job kunnen doen. Ja, waar wij in het verleden wat fouten hebben gemaakt, gaan wij corrigeren. Omdat we nu daadwerkelijk gaan werken voor land en volk. Want Tide, Tamara en alle trating in de toekomst wordt dan strego morovara. Kulturu TV directie, dank u wel. Nationaal, internationaal, bedankt voor de geboden gelegenheid. You like me lobby kondreman. Met takio grantangi ook to die bij een potje si archi. Aboskopu di mi apchimang maku. E chakonji you lekstranaman. Omdat mi lobunu. Uno go anu an probleem. Tan far af skoutu. No werde ma ede. No hat no an tras ma ede. Libi bu nanga yu birti. Ja, libi bu nanga yu famiri. Want, brief me. Dat u ap van odu jay na kontre. Lobby una bruya van odu. Una feti van odu. Toch? Lobo zrevi. En mek uchar a lobby waka ook to tewego. We sort politiek partij a yu tewego meki campagne. Doe die campagne gewoon. Maar nog fit na atra partij omdat dat deena passie. Want ano yaba passie. E fea pay da di si NDP da trasi anom de no an probleem. Fea pay no weer NDP ede. NDP no weer fea pay ede ook to. NPS nom hat ABOP ede. ABOP nom hat NPS ede. En ga zo maar door. Want we zijn aan het eind van de dag allemaal Surinamers. Met aku grantani, milobunu. Mi hoop u zal op me toe. Met aku grantani, thank you. Dit was Kulturu TV Open Mic met de heer McDonald. En ware woorden die zijn niet mooi, maar mooie woorden die zijn ook niet waar. Wij zien u terug in Suitiserang 17 de Rijkse Land. Tot de volgende keer. Thank you. Atjintak mama. Waar is papa? Al mijn vrienden hebben hier. Shit man, so weird. They know they didn't think. Big up Kulturu TV. Let me know. Oh baby daddy, Saire make na mama. We make the mama na nga papa. We make up chinda uno mange mbaka. Oh, uno mange mbaka. Yeah, baby daddy, why? Why just mama, why? We make up chinda uno mange mbaka. Oh, yeah. This is me. They look me more of this you. This me na nga mi na wande no pratin tu. This me no look sorry.
so so la fu. If me nes don't tap me, knock me tap den too. If me a principe, nam snel like de luku. Then I meet it for one quality, me suku. They make me geniet and I last left it. Me butu statistics or me tak, top den awa musu. Di mama lose me. So me megi masragado me kalut me. Futang sorgu de chindi mi a banging. En ala mansa go teki e first a manging. Saide mek na mama. We lip lik mama na nga papa. We make up chinda no mangem baka. No mangem baka. Oh baby daddy, why? Why just mama, why? We make the chin down no man in Maka. Yeah. That a chin throw a minister of one director. A throw a lirkra of one inspector. Da yo one bar van ayabe. Yeah, yeah, yo take it ma van ayabe. Of I sing poo, of throw a regisseur. Of can da throw president adviseur. Da yo wan bar van ayabe. Ya, ya, yo wan go take isma van ayabe. No unom kar de mahur. Tak de no verstand. De no mahur lobi boom. Wan de no hand up de moi. Da de nge lip so los band. Moi shifa de la fumofo. De so fall stand. On roveni na wan pain. I feel so brand. Kolo kune de. Wan teig we feng uit land. De yipi musta ki es temple uit krak. Na luku va de prakta. Da ide mek na mama. We lip lek mama na nga papa. We make up chin down no mange mbaka. No mange mbaka. Yeah, baby daddy, why? Why just mama, why? We make up chin down no mange mbaka. Respect ki gyara de pa. Say sorgo de pchin. Big up Seliman. Wee, kulturu.com. Check it!